Het was vandaag een zware dag voor Bossenaar Marco Kroon in de militaire rechtbank in Arnhem. Hij wordt beschuldigd van het bezit en gebruik van drugs en het bezit van stroomstootwapens. Tijdens de eerste zittingsdag vandaag kwamen er veel aanwijzingen op tafel die de beschuldigingen tegen Kroon sterker maken. Bij de rechtbank in Arnhem, daar staat onze verslaggever Jan Walen. Ja, Jan, wat voor beschuldigingen waren dat eigenlijk? Ja, beschuldigingen van wapen- en drugsbezit. Hij zou stroomstootwapens in bezit hebben gehad. Dat heeft hij ook toegegeven. Hij zegt, ik wist alleen niet dat er verboden dingen waren en dat er dingen waren die niet mochten, dat het wapens waren. Dus dat heeft hij toegegeven. En drugsbezit. Nou, dat ontkent hij, maar er zijn heel veel aanwijzingen. Er zijn drugs gevonden aan zijn jas. Er is cocaïne gevonden aan zijn broek, in zijn auto. Er is zelfs cocaïne gevonden in zijn lichaam bij onderzoek van zijn borstharen. Kroon zegt, ik had een kroeg in Den Bosch, Café Finish. Ik probeerde die drugs vrij te krijgen en dus ruimde ik daar voortdurend lege zakjes cocaïne op die ik vond. Die zijn in mijn broek en mijn jas en daar zo in de auto gekomen. En verder in die borstharen, het enige wat ik kan bedenken is dat er ooit iemand van die cafébezoekers die tegen dat antidrugsbeleid van mij waren, stiekem iets in mijn drankje heeft gedaan. Of iemand anders moet gedaan hebben, ik weet het niet, maar ik was het in ieder geval niet. Kroon bleef dus keihard ontkennen. Hij was behoorlijk strijdbaar vandaag. Zelfverzekerd kwam Marco Kroon vanmorgen aan bij de militaire rechtbank in Arnhem. Meneer Kroon, een goed gevoel erover? Altijd, nog steeds. Ja. In de rechtszaal toonde hij zich een echte militair, strijdbaar en niet van plan om te verliezen. Terwijl hij misschien wel in verloren positie stond. De optelsom van aanwijzingen was wel erg groot, moest Kroon ook zelf toegeven. Dat klopt, ja, het is wel. Dus als je alle feiten opnoemt, dan is het allemaal heel vervelend. Dus eigenlijk is het wel te begrijpen dat ze het Openbaar Ministerie wil vervolgen met dit soort... Het Openbaar Ministerie ook nooit. Zij moeten gewoon hun werk doen. En uiteindelijk, die mensen die mij dit aangedaan hebben, die hebben gewoon een goed plan opgezet. En dat zijn vermoedelijk oude klanten van uw kroeg, denkt u? Geen flauw idee. Maar u heeft dat vermoeden? Dat ik erachter kom eigenlijk, want dan weet ik, misschien zit ik dan weer in de rechtbank. Tijdens het proces bleek dat Kroon de publiciteit en dit proces had kunnen voorkomen. Justitie deed hem eerder een schikkingsvoorstel. Dat als hij zou erkennen dat hij cocaïne had gebruikt, dat dan hij ontslagen zou worden waarschijnlijk door Defensie. Dat gebeurt bij de meeste militairen die harddrugs gebruiken. En dat wij dan ons zouden kunnen voorstellen dat we dan rekening zouden houden met die gevolgen. Ja. En dat dan de zaak geseponeerd zou kunnen worden voor betreft het gebruik van harddrugs. Ja. Waarom deed u dat, het voorstel? Nou, omdat je natuurlijk wel ziet dat dit iemand is met een enorme statuur, drager van de Willemsorde. En dat voor hem heel veel publieke belangstelling zou betekenen. En dat wilden we kunnen besparen. Kroon wees het voorstel af. Want zo zei hij, voorwaarde was ook dat ik zelf ontslag nam. En dat doe ik niet. Defensie is mij alles. Bovendien ben ik onschuldig. Ik heb mijn eigen aan verliezen en dit gaan we wel winnen. Morgen gaan deskundigen zich buigen over de vraag of het onderzoek naar de borstharen van Kroon wel betrouwbaar genoeg is om conclusies uit te trekken. En Jan, er waren niet alleen drugsporen, maar er waren ook verdachte telefoontjes tussen Kroon en zijn vriendin. Ja, die heeft justitie afgeluisterd en daar ging het dan heel vaak over van, god, schat, heb je nog wat lekkers? Ja, ik heb nog wel wat en hele in bedekte termen. En ja, justitie ging ervan uit dat het over cocaïne ging. Nou, Kroon en zijn vriendin gaven vandaag toe dat dat een beetje rare telefoontjes waren, maar dat die vaak gingen over seksspeeltjes. En bijvoorbeeld over lachgas dat ze gebruikten in hun nogal wat extreme seksleven. Ja, zei Kroon, meneer de rechter, ik kom heel vaak bij de seksshop om seksspeeltjes te halen. Ik heb er zelfs een spaarkaart. Zijn vriendin die bevestigde dat verhaal ook. Die zegt, ik heb wel altijd cocaïne gebruikt. Stiekem in een bepaalde periode. Daar wist Marco niks van. En hij heeft het nooit gedaan. Maar verder viel op dat zij zich van die hele periode heel weinig meer kon herinneren. Nou ging het al heel even over die Willemsorde. Hè? De officier had het al over, de persofficier. Wat staat er allemaal voor hem op het spel? Ja, hij heeft de hoogste militaire onderscheiding denkbaar ooit gekregen voor heldendaden in Afghanistan. Als hij inderdaad wordt verdacht van drugsgebruik, dan krijgt hij in ieder geval ontslag als militair. Want ja, drugsgebruik en militair zijn, dat kan niet. Hè. Denk maar aan Juri van Gelder, die overkwam dat ook. En bij de militaire Willemsorde hebben ze al laten weten, als hij oneervol ontslag krijgt, dan zal hij ook zijn medaille moeten inleveren.